Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor ronde nummer 2 in seizoen 4, aflevering 28. Heb jij de beginsrace in Australië van seizoen 4 gemist? Zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze zult zien? Dat kan rechtboven het i'tje, klik erop en zie je de video verschijnen. We hebben heel veel updates te pakken. En in die vorige aflevering werd natuurlijk eerste. Russell werd tweede. Maar net namelijk, want Russell was bloedsnel. Hopelijk dat het deze keer dus ook weer is. Maar heb je die vorige aflevering gemist? Eerst even terugkijken voordat je deze kunt zien. Dat kan rechtboven het i'tje. Klik erop en zie je de video verschijnen. Ben je nieuw mijn kanaal? Abonneer voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk het belletje aan, zodat je geen enkele video meer van me mist. Like de video als je hem leuk vond, dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me even op sociale media, mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van Bahrein. We zijn inmiddels aanbeland bij de kwalificatie in Bahrein. Een snel circuit waar ik denk dat we gewoon op P1 of op P2 staan. Russell kan misschien uitblinken, je weet maar nooit. Het is op dit moment P1 in Q1 met een 1.25.7. Dat is goed genoeg om door te kunnen komen naar Q2. En George Russell is ook gewoon mooi door. Dat is heel fijn om te zien. Hij heeft wel een Mercedes achter zich. Dus dat kan wat nadeel zijn voor ons, omdat die Mercedes slipstream krijgt. Je ziet hier iets te wijd door. En ik heb eigenlijk gewoon scheid aan de track limits. En het is een P1 met een 1.25.0. En Russell naar P2 in Q2. Q3 is dan aangebroken. Laatste deel van de kwalificatie. Hier draait het erom. Gaat Russell nog zijn vorm vinden? Of pakken wij de pole position? Of wordt het weer een tweede plek? Want in de seizoensopener pakte Hamilton de pole en wij starten dus toen vanaf P2. Russell met een 1.24.7 volgens mij, als ik dat goed zeg. Die pakt de pole op dit moment. Wij krijgen een track limit waarschuwing. We komen op P2. Op 3/10 van George Russell. Met een 1.25.099. Dat is onze rondetijd. Dus we moeten er nog een keer voor gaan zitten. Russell is nog steeds op pole position. Sainz naar 3. En wij dus naar P2. Is het dan de ronde die ons naar de pole position toe moet gaan leiden? Of weet Russell nog sneller te gaan? Groen bij de delta. Paars in sector 1. Groen in sector 2. Wordt dat de pole position? Nee! We komen 3/1000ste van een seconde tekort op George Russell. Dat is niet de pole position. En ik denk dat Russell hem binnen heeft. Ja, Russell met een 1.24.7.1.0 pakt de pole. Wij dus naar P2 met een 1.24.7.1.3. En Hamilton naar P3 met een 1.24.7.5.8. Gewoon de top 4 zit binnen een tiende van elkaar. Dat is extreem close. Maar wij missen gewoon die pole position op 3/1000ste van een seconde. Ongelooflijk jammer dat dit is gebeurd. Maar goed gedaan van George Russell om toch nog de pole position veilig te stellen voor Schavende Racing. Een 1-2'tje op de startgrid. Dan gaan we ons opmaken voor de wedstrijd in Bahrein. Hopelijk kunnen we ook deze posities vast zien te houden. Je weet maar nooit. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 28. The stage is set for another enthralling race here in the Kingdom of Bahrain. A Ferrari stronghold in years gone by, but will they be able to add to their record today? We'll be racing around 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit today. Keep an eye out for drivers locking the front left down into the tricky braking zone of turn 10. Joining us today to oversee all the thrills and spills, it's Anthony Davidson. Ant, great to see you. How are you feeling about the race today and how are the circuit conditions from what you've seen? Well, it's looking a bit cold out there if I'm honest. These tyres have quite a narrow operating window in terms of the temperatures they need to extract the best grip. So with a cold track surface, it's going to be harder to keep those temperatures up, which will lead to lower grip and maybe more mistakes.
It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. George Russell will begin today's event from pole position, and the professor completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Hamilton, Bottas, Carlos Sainz, and Norris, Gasly, Verstappen, Vettel, and Daniel Kvyat, Perez, Leclerc, Alexander Albon, and Stroll, Ocon, De Vries, Nicholas Latifi, and Louis Delatraz, Magnussen, Giovinazzi, Grosjean, and Nobuharu Matsushita. That's it then, it's time to go racing, as we head to trackside for today's race. We zijn dus aanbeland bij de grid. Russell pakt zijn eerste pole position van seizoen 4. Wij dus naar P2 op de grid. Soft, medium, medium is de strategie. Dan gaan we gewoon beginnen voor carrière aflevering 28. De tweede ronde van seizoen 4 gaat beginnen. De 500 lappen zijn aan en ze zijn uit en we zijn onderweg. En Russell komt wat beter weg, kruist al gelijk naar mijn lijn toe. Wij zitten in zijn slipstream. Kijken hier naar de buitenkant voor de leiding. Lukt niet, want Russell verdedigt scherp. Hier een andere lijn pakken. Auto net niet verloren. En we moeten gaan verdedigen ten opzichte van Lewis Hamilton. Hij raakt onze sidepod. Russell aan de leiding. Hamilton is hier dan gezien. Want wij verdedigen sterk. En weer een 1-2 voor Schaven Racing. Dat is heel goed om te zien. Maar ik wil wel deze wedstrijd gaan winnen. Want dan verstevigen we ons voorsprong in het klassement en dan versteken we onze eigen voorsprong bij de constructeurs. Ook in het WK natuurlijk, als het zo eindigt. Ronde nummer 2 is het. En Russell voelt de druk van ons. Wij zitten 2/10 achter onze teamgenoot. Kijken hier naar de buitenkant, maar dat lukt niet, want we moesten wat later remmen. Omdat Russell, ja, ik had niet verwacht dat hij zo vroeg remde. We zetten paars in sector 1 neer, 2,4 seconden sneller. Rijden daar wel een klein beetje wijd, maar dat is niet zo erg. Ronde nummer 5 is het inmiddels en we zitten aan de binnenkant van George Russell. Zijn er voorbij voor de leiding in de wedstrijd. En dat is heel goed om te zien. Hamilton zit binnen DRS afstand. Het is daar geel geworden. Bij de eerste bocht, daar is iemand uitgevallen. Dat is volgens mij Pierre Gasly. Gasly valt alweer uit in een grote prijs. Net als bij de vorige aflevering viel de Fransman dus uit. Paars in sector 1 neer. Dat is goed om te zien. Ronde nummer 7 is het inmiddels geworden. De pitwindow is open. We maken een klein foutje. En dat verpest onze run. We zijn de auto maar daar net niet kwijt. En Russell is er voorbij? Vraagteken. We remmen later dan onze teamgenoot. Zitten hier nog aan die buitenkant. Russell laat hem staan. Wij laten hem ook staan. Dit is een heerlijk gevecht voor de leiding tussen de beide heren van mijn team. Oftewel ik en George Russell. Russell zit daar nog aan die binnenkant. Hij houdt gewoon zijn voet in. En we moeten hier helaas toegeven aan de Brit. Dat is jammer, maar wel een heel mooi gevecht voor de leiding in de wedstrijd. Dat betekent wel dat Lewis Hamilton dichter en dichter naar ons is toegekropen vanwege dat gevecht. DRS hier geopend, overtakeknop inschakelen, maar we gaan na deze ronde dus naar binnen. Dus we gaan niet aanvallen bij George Russell. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Zeker weten te abonneren voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Wil je niks meer van mij missen? Dan schakel dan gewoon het belletje in. Gewoon inschakelen. Dan ontvang je elke melding DRS terwijl Hamilton daar gewoon keek, terwijl daar geen ruimte was. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dat zou heel fijn zijn. Dus dan ja, ben je gewoon op de hoogte wanneer er een nieuwe video verschijnt. Russell besluit nu in één keer om naar binnen te duiken. Dat is dus niet wat ik wou. Dus we moeten een ronde later naar binnen. Maar wel een voordeel. Russell is in verkeer beland. Dus we kunnen de overcut slagen als mijn pitcrew een goede pitstop weet door te zetten. Als ik dat goed zeg uit mijn hoofd. 2,6, kom wat sneller. Maar waar is George Russell? Die komt nu bij start-finish. En hij zit klem achter de Williamsen. Daar is de Vries. Maar we komen voor onze landgenoot weer de baan op. We duwen hem daar wijd en daardoor kan Nicolas Latifi naar P7. En Russell zit daar gewoon klem achter de beide Williamsen.
De undercut van George heeft niet gewerkt. De overcut van ons heeft wel gewerkt. En nu moeten we naar Landcrossing toe te rijden. In ronde nummer 17 gaan we naar binnen onze laatste pitstop. Russell naar P2. Gewoon in sector 1, een tiende sneller, dat is heel goed om te zien. En Bottas is naar die harde band gegaan. Rijdt maar 14,6 seconden achter ons. Dus ja, dat kan nog wat gevaarlijk worden voor de Finn en mijzelf. En daar bedoel ik mee de leiding in de wedstrijd natuurlijk. Ronde nummer 16 en we zetten de snelste race ronde in met een 1.28.851. 45.000 sneller dan onze beste tijd. Russell nog steeds naar P2. Dit is een extreem goed resultaat. En dit moeten we ook vast zien te houden. Ronde nummer 17. En we duiken naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. We gaan naar de medium band. We krijgen de auto maar net genoeg afgeremd. En Russell gaat dan nu aan de leiding. Hamilton naar P2. Rijdt ook op die medium band. Bottas naar P3. Hij rijdt op die harde band. 2,6. Goede pitstop. Komen wij voor Albon weer de baan op? Dat is de vraag. Albon passeert ons niet. Nee, gelukkig. We komen ervoor. Dat is heel goed om te zien. Er zijn nog 8 ronden te gaan in de wedstrijd. George Russell is naar binnen gedoken. Ook Lewis Hamilton duikt naar binnen voor zijn late pitstop. Bottas rijdt nu aan de leiding. En wij gaan dus nu naar P2 in de wedstrijd in ronde nummer 19. Er zijn nog 10 ronden te gaan. Paars in sector 3. Gat naar Bottas is 7,5 seconden. Ronde nummer 28 inmiddels. Begin ronde nummer 29 en dat gat naar Bottas is 2 seconden geworden. Dat kunnen we denk ik niet meer dichtrijden. Dat is jammer. Maar we pakken wel George Russell. En Russell pakt ook gewoon een podium. Een dubbel podium, als het zo eindigt. Voor de tweede achtereenvolgende keer in seizoen 4 eindigen we beide coureurs op het podium. In de vorige wedstrijd wonnen we de wedstrijd en Russell eindigde dus als P2. Nu eindigen we als P2 en finisht Russell als derde. Dat is heel goed om te zien. Maar ik ben bang dat we de overwinning niet meer kunnen naar ons toe zien te halen. Als ik het goed zeg uit mijn hoofd. Rood in sector 1. 19e langzamer, want die banden zijn er ook gewoon aan. En Bottas rijdt voor ons op 2,7 seconden. Ja, mijn fuel is ook bijna op vanwege het harde pushen om te zorgen dat we misschien nog naar Bottas toe kunnen rijden. Dat heb ik dus opgegeven. Dat gat is nu 3,1 seconden. Ik ga denk ik de touwtjes laten varen als je dat goed zegt. Bottas gaat dus zijn eerste wedstrijd van seizoen 4 winnen. Hij wint ook de eerste wedstrijd voor Mercedes. Maar wij pakken onze tweede podium van seizoen 4. Russell pakt ook zijn tweede podium van seizoen 4. Dat betekent dat wij nu in totaal 4 podiums hebben binnengereden voor Schavende Racing. We verstevigen ons WK-leiding en de constructeursleiding dus ook. Bottas pakt daar snel zijn racepunt nog van ons af. Maar dat geeft helemaal niks. Wij vinden dus op P2. Russell naar P3. Goed resultaat voor het team. En gaan ze opmaken voor de grote prijs van China. Mercedes have won it, and what a great race it was. Anthony Davidson, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, I think it was clear what the main contributing factor out on the track was today, speed. I know it sounds like an obvious thing to say, Crofty, but fast cars win races, and we saw that today with our winner. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. Driver
Nou, Valtteri Bottas wint dus zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Pakt ook een snelste race van de punt. Wij vinden dus als P2 Russell naar P3 een dubbel podium. Lewis Hamilton naar P4. Ocon krijgt Driver of the Day terecht. Hij vindt het als P5. Albon naar 6, Perez naar 7, Sainz 8, Stroll 9 en Norris 10. Wij nog steeds aan de leiding. 9 punten verschil met Russell en Bottas. En 31 punten verschil naar Mercedes. Dus dat zit wel goed om te zien. Maar goed, 3 van de tijd breekt dan met mezelf en Leclerc. Dat is nu 12 tegen 5. Dus dat winnen we op dit moment. Dat is goed om te zien. Normaal zet ik dit stukje niet in de video, maar ik wil het toch even in de video zetten vanwege het geld dat we binnenkrijgen. Level 20 dus mijzelf, level 17 Russell, level 23 Team Acclaim, het team zelf. Tadaa, $1,35 miljoen dollar binnengeharkt. Ik verspreek me ook nog eventjes van blijdschap. Plus 100k vanwege geen schade gereden. In totaal $32,93 miljoen. Ongelooflijk veel. We krijgen ook nog gewoon geld van de wekelijkse resorts en gebeuren. De sponsors, ja, die blijven gewoon. Dit is dan dus de kalender die we dan, zou ik zeggen, wat we moeten gaan opvullen. Maar dat is gewoon voor de volgende video. Dit was dus deze aflevering, mensen. De grote rust van Bahrein zit erop. Carrière aflevering 28 zit erop. Heb jij genoten? Beloon het overal met een like. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career met content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat je geen enkele video meer van mist. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me even op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career. We gaan verder in China.